Als je diep in je hart kijkt, voor welke club heb je dan de allergrootste liefde? Ja, ADO natuurlijk. Ja, ja absoluut, tuurlijk. Ja, daar wil ik ook straks, nadat ik hier ook klaar ben, wil ik ook naar ADO toe, ja. Absoluut. Nou ja, ADO is natuurlijk de club waar ik vandaan kom. Ik ben daar in de jeugd, heb ik daar gespeeld. Ik ben daar begonnen als senior, als prof. Ja, ik ben daar geboren en getogen in Den Haag. En ik ben ermee opgegroeid. Ja, dat vind ik moeilijk. Ik weet niet wanneer je een icoon bent. Ik vind dat je een icoon bent als je 300 of 400 wedstrijden voor een club hebt gespeeld. En ook daadwerkelijk een aandeel hebt gehad. En kijk, als je 200 wedstrijden hebt voor een club hebt gespeeld en je bent 3 keer gedegradeerd, ja, dan ben je geen icoon bij een club. En ja, ik denk dat Lex Schoenmaker ook sowieso... Kijk, Aadmans was natuurlijk op vroege leeftijd overleden. En dat is echt zeer spijtig natuurlijk. Want ja, die had ik ook nog zien kunnen voetballen. Maar ja, en Lex Schoenmaker, die is natuurlijk ook nog... Buiten dat hij voor ADO heel veel wedstrijden heeft gespeeld. Veel goals heeft gemaakt. Europa Cup en zo heb gespeeld. Ja. Heeft hij natuurlijk ook nog een functie daarnaast in de club nu. Waar hij heel veel voor heeft betekend. Hij is natuurlijk hoofdtrainer geweest. En kampioen geweest in de Gouden Gidsdivisie. Dus ja, ook dat nog. Dus ja, dan ben je wel echt een icoon voor mij. Ja.